Het belooft een interessante voetbaldag te worden hier in Fratton Park. Welkom beste kijkers. Ik ben Sjoerd de Vos en het is mij wederom een genoegen om deze wedstrijd samen met collega Jeroen Groeten voor u te mogen verslaan. Hier zou hij de voorsprong kunnen pakken. Dat is een overtreding. Dat moet een overtreding zijn. Ja, en de scheidsrechter geeft een strafschop bij een gelijke stand. De man achter de bal kan zijn ploeg nu op voorsprong gaan brengen. Oh, hij gokt goed. Wat een redding. Ja, en daarmee faalt deze speler van 11 meter. Hij neemt hem kort. Teamgenoot bij de eerste paal. Een miserabele voorzet. Zo in de handen van de doelman. Valdes. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Kans op de voorsprong. Voor open doel. Nee, het doel was leeg. De keeper was ver weg. Nou, wat is dit? Ik heb zelden zoiets gezien. Niet scoren was moeilijker dan wel scoren. Vossen. Hij zet hem in het midden voor. Een zwakke voorzet. De keeper brengt eenvoudig redding. Balbezit weer kwijt. Einde balbezit. Prima. Goed hoe hij ertussen zat. Vroeg voorgegeven in de 16. En veilig weggewerkt. Komt de hoekschop in het midden? Ja, nee! Terug via de paal. In de handen van de doelman. Oh, wat zal die opgelucht zijn. Ja, hij kon er eigenlijk niet bij, hè? Maar de bal die ketste af op het kader van het doel. Hoge steekbal, goed gezien. Zag er goed uit. Maar de doelman laat die kopbal niet door. Dit levert ze een hoekschop op. Hoekschop in het centrum geplaatst. De doelman neemt geen risico en stompt de bal weg. Goed geblokt dat schot. Hij werkt de bal weg. Smith. Op de vleugel voor een voorzet. Hij troeft hem fysiek af en heeft de bal weer in bezit. Gerrard. Bal over de zijkant van het veld. Ze wachten op een kans om toe te slaan. De scheidsrechter geeft een hoekschop nadat die bal is weggewerkt. De bal komt voor in het 16 meter gebied. Wat gaat hij hiermee doen? En ze komen weer aan de bal. Doelman moet opletten. Goed zijn lichaam ervoor gezet. Ik ben benieuwd of ze iets van deze hoekschop weten te maken bij deze gelijke stand. Korte hoekschop op een teamgenoot. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Hij wordt daar onder druk gezet. Gerrard. Valdes. Wat een
geweldige verdedigende actie. Vossen. Op weg naar het doel nu. Hij is in de bal gezet. Valdes. Ze kijken nu of er ergens een opening in die verdediging valt. Vossen. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Dit biedt mogelijkheden. Bal achter en dan krijgen we een doeltrap. Vossen. Zegt de paas, hij levert hem in. Dat moet beter. Deze aanval begint er steeds gevaarlijker uit te zien. Het spel wordt hervat met een doeltrap. Vossen. Nog steeds aan de bal. Doelkans om voor te komen. En daar is de openingsgoal van deze wedstrijd. Wat een opgeluchte gezicht, moet je kijken. Ja, lekker hoor, als je de eerste maakt. En fijn hè, dat de brilstand van het bord is verdwenen. De score is geopend. Het is 1-0. Door die tackle is hij die bal kwijtgeraakt. Bal zit weer weg. Bal kwijt. Voor de blessuretijd telt de vier official 1 minuut bij. Slechte actie, zegt die paas, lijkt nergens op. De fluit, het is 1-0. Die tegentreffer viel vlak voor rust. En opeens was het hier muisstil in het stadion. Ze staan achter. Ja, de thuissupporters hadden daar natuurlijk nooit op gerekend. En de De rust is voorbij. Afgetrapt voor de tweede helft. De bal gaat rond voor het doel van de tegenstander. Op zoek naar die opening. Zo'n Wilders, uitstekende mogelijkheid. Het was een goede mogelijkheid. Maar ze hebben het goed opgelost. En ze hebben de bal weer terug. Hij komt dichter in de buurt van het 16 meter gebied. Een tackle die goed afloopt. En hier geeft de scheidsrechter voordeel. Hij schat de situatie goed in, vind ik. Mogelijkheden voor een counter. Veel ruimte daar achter de linies. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Hij let goed op en onderschept die paas. Hij heeft de gelijkmaker op de schoen. Maak wat van deze corner.
in het midden van de 16. Juist, de doelman zet zijn vuist tegen die cornerbal. Een sluwe steekpaas. Jammer, maar hier worden ze niets wijzer van. De bal over de zijkant van het veld. Ruimte hier voor een voorzet. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Bal weggewerkt, maar het gevaar is nog niet geweken. Vossen. Gevaarlijke steekbal. De doelman anticipeert en heeft hem vast. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Hij verplaatst het spel naar de andere kant. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd krijgt. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, voor deze mogelijkheid. Er wordt goed overgespeeld. De bal gaat makkelijk rond, zeg. Nou, wat kan hij hiermee? En hij zit ertussen. Hij neemt geen risico, werkt de bal over de zijlijn. En dan een voorzet vanaf de vleugel. Nou, dit moet je maar durven. Ah, dat is toch genieten van zijn passes vandaag. De bal gaat heen en weer. Ja, en het valt niet mee voor die aanvallers om ergens een gat in de verdediging te vinden. Lekkere steekpaas. Dat moet de gelijkmaker worden. Goed verdedigd, dat schot. En opnieuw staat hij in de baan van een schot. Hup, die schoot er tegenaan. Koek, koek, bal tegen de lat. Wat een pech dat die bal er niet in ging, zeg. Ja, hij had zijn team zo graag geholpen door de gelijkmaker te produceren. Maar ja, dan ketst die bal af tegen het metaal. Deze aanval begint er steeds gevaarlijker uit te zien. Al vroeg druk gezet. Smith, wat een schitterende redding, zeg. Hoekschop in het centrum geplaatst. Op de bal richting teamgenoot. Er raakt nog een speler van de tegenpartij. Hoekschop. Bal naar het midden. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Aanval wordt afgestopt. Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. Bal wordt ingeleverd. Ze krijgen het balbezit weer. De thuisfans doen een poging hun ploeg een hart onder de riem te steken in die laatste fase. Ja, ze moeten op zoek naar een doelpunt om een nederlaag af te wenden. Nog maar een paar minuten om de voorsprong in stand te houden. En er wordt nu de aanval opgezet om toch nog die gelijkmaker te forceren. Wat gaat hij hiermee doen? Ik denk, keepertje, wat doe je nou? Hij levert de bal gewoon in bij de tegenstander. Dat is natuurlijk een vrije trap. Wat een spanning, zo laat in de wedstrijd. En dat kan nog alle kanten op. Voorzet naar de spelers in het centrum. Weg met die bal, denkt hij. Ja,
heeft zijn dag. Hij past nauwkeurig vandaag. 1 minuut blessuretijd. Een miserabele voorzet. Zo in de handen van de doelman. Alles wordt nu uit de kast gehaald. Om toch nog die gelijkmaker voor elkaar te krijgen. En ze komen weer aan de bal. Ja, het is voorbij op de eerste speeldag. Betere start.